twee prachtige vrouwen aan tafel. Ja, die ook natuurlijk met iets bezig waren wat opeens ophield. Lisette Vruchteveen en Ashanti Lavoy. Twee feeën uit Doornroosje, de musical. Dat klopt. We zijn eigenlijk met z'n drieën, met drie feeën. Ja, en, dat kon ik net zeggen. Doornroosje heeft drie feeën. Absoluut. Ja, maar die kon niet meekomen vanwege het protocol natuurlijk. Ja. En dat is Iris Warmolts. Ja, dat klopt. Dit seizoen, Doornroosje natuurlijk in het theater. Ja. Hoeveel voorstellingen stonden er op de planning? Zo. Rond de 150, 160 zoiets. Ja. Die zijn niet allemaal gespeeld. Nee, we hebben er in totaal 97 gespeeld. En we moesten dus nog zo'n 80. Ja. Dat is minder. Gaat het volgend jaar door? Wordt het opgepikt weer? Of is daar geen ruimte voor? Nou, ik denk het niet. Er staan wel nog wat shows in augustus. Hè. Ja. Staan er nog wat shows en opties. Ja. Maar we gaan er niet van uit dat we die nog gaan spelen. Kan het ook niet zo tegenvallen? Nee. En volgend seizoen staat er alweer een nieuwe productie gepland. Dus de kans dat we daar nog iets in kunnen inhalen... Nee, die kans is natuurlijk heel gering. Is klein, ja. Staat al geprogrammeerd, dus... Ja. Hoe is dat om van 100% naar nul, denk ik, terug te schakelen? Ja. Heel raar. Ja, triest ook. Ja. Je bent eigenlijk 6-7 dagen in de week zo met je vak bezig. Mm-hmm. Waarvoor je hebt geleerd, waarvoor je hebt gestudeerd. En dat wil je uit kunnen oefenen. En dat, dat lukt niet meer. Dus dat is wel triest. Ja, het is ook natuurlijk van de een op de andere dag is het plotseling... Was het klaar. Op woensdag zeiden we nog, tot zaterdag. En die donderdag daarna... kwam het bericht naar buiten dat we niet meer mochten. Dus die zaterdag is er nooit geweest. Nee. Dus je hebt geen afscheid kunnen nemen van de mensen, van de productie, van de rol. Ja, het is heel gek om zo... Want je weet ook niet dat je de laatste voorstelling hebt gespeeld. Nee. We hadden natuurlijk niet kunnen voorzien. Dus je hebt helemaal niet... Ja, dat laatste moment dat we dat laatste lied met z'n allen zingen... Mm-hmm. Dan realiseer je ineens van... Oh, dat was dus waarschijnlijk de laatste keer. Ja. Dus, En mis je je zegt, weet je, je vak uitoefenen waar je voor hebt geleerd, waar je ervaring, nog meer ervaring ook in wil opdoen. Maar het is ook een grote productie met veel mensen. En nu zit je alleen nog met z'n tweeën thuis, maar veel meer zal het niet zijn. Nee, het is. Het is, heel gek. Het blijft me ook steeds steken of zo, dat ik denk, ik wil gewoon. Doen waar ik gelukkig van word en met de mensen die hiervoor geleerd hebben en die dit vak zo, het vak zit zo in hun hart en dat kun je, van de een op de andere dag is het weg en dat is zo moeilijk eigenlijk. En je wordt een soort grote familie met z'n allen, want je speelt natuurlijk gewoon eigenlijk elke dag met z'n allen. We zijn met 10 mensen op het toneel en 5 mensen achter stage, technici, dus je bent ongeveer met 16 mensen en die zie je dan eigenlijk ineens niet meer. En je ziet ze elke week. Maar jullie gaan wel, samen weliswaar, iets zingen uit die musical. Ja. Wat wordt het? Durf je mooiste droom te dromen. Nou, hoe passend kan het zijn? Ja. Ze zeggen, ga je gang. Ja. Lisette en Ashanti. Droom je mooiste droom uit de musical Doornroosje. Is toch niet de laatste keer geweest, toen? Inderdaad. Durf je mooiste droom te dromen, ga je met ons mee. Op een reis terug in de tijd, naar heel erg lang geleden. Want toen leefde een prinsesje, door een roosje was haar naam. Zij zou haast voor eeuwig slapen. Luister hoe het is gegaan. Het is een spannend en bijzonder sprookje. Echt, geloof me maar. Sluit je ogen, droom met ons mee. Dan wordt het zeker waar. Dankjewel. Dames, kom je nog even tekenen? Je hebt het al even genoemd voor hoeveel mensen ongeveer. Maar ik ben het kwijt. 16 mensen. 16 mensen. Je gaat voor 16 mensen tekenen. Van de productie. Van de productie Doornroosje, de musical. Ga je gang. Daar is het grote bord. Ondertussen ga ik nog even wat berichtjes voorlezen die binnenkomen. Allemaal harten onder de riem. Marijke zegt, kunst en cultuur geven het leven glans.
zuinig op zijn dus. En Johannes, wie kan er leven zonder cultuur? Ik niet. Oh, die heb ik al gezegd. Inge Loes, ik mis mijn werk zo. Ja, daar kunnen helaas vele mensen zich weer aansluiten. Melissa zegt, een wereld zonder cultuur is erg grijs en grauw, niet leefbaar. Omarm cultuur, juist in deze tijd. Dankjewel, meiden. Cultuur in actie!